Dank u wel, voorzitter, lieve collega's, ambtsgenoten, minister Somers. De Turks-Vlaamse schrijfster Pinar Akbas schreef een boek en gaf daarover een interview aan De Morgen waarin ze aan de alarmbel trekt over de invloed van de islam en de Turks-islamitische tiran Erdogan op Vlaanderen en op politieke partijen. Zo stelde ze, ik citeer, behalve het Vlaams Belang zetten alle partijen bedenkelijke kandidaten op hun lijsten die banden hebben met de grijze wolven, Dianet, het orthodoxe islamisme en de politieke islam van Erdogan. Ze zijn puur opportunistisch. Ook de N-VA. Kopstukken bestrijden weliswaar het islamisme, maar burgemeester De Wever bezoekt wel moskeeën die de propaganda van Erdogan verspreiden. Aldus Pinar Akbas. Zij uit dus haar afschuw over de Turkse islamiseringsorganisaties Dianet en Mili Geurus, die overigens door deze Vlaamse regering zelfs worden gesubsidieerd met belastinggeld. En ze heeft het over de Turken, die haar als landverrader gaan signaleren bij het Turkse regime. Vlamingen sturen een dikpik, Turken een kalasjnikov, aldus Pinar Akbas. Een dag na het interview tweette ze, ik citeer, ik moet mijn Instagram-account op privé zetten, want ik krijg alweer van jonge Turkse Vlamingen intimiderende berichten, lees tweede en derde generatie Turken in Vlaanderen. Dit komt nooit goed. En als er ooit iets gebeurt met mij, dan moet men niet ver zoeken. Einde citaat. Minister Somers, zover zijn we dus. Dat een kritische Turks-Vlaamse schrijfster massaal wordt geïntimideerd en bedreigd door jonge Turken van de tweede en zelfs de derde generatie. Haar veiligheid en vrijheid zijn in het gedrang, alsof Vlaanderen Turkije is geworden. Mijn vraag, wat gaat u hier als minister van Inburgering aandoen? Ja, minister Somers, zoals telkens weer, denk ik dat u de ernst van de situatie toch onderschat. Mevrouw Pinar Akbas die schrijft dat toen ze haar reeks publiceerde over bedenkelijke Turkse figuren bij Vlaamse partijen, dat ze door jongetjes, Turkse jongetjes van 17, 18 jaar, werd bedreigd met verkrachting. En dat oudere Turkse mannen onder haar raam ostentatief sigaretten kwamen roken en over haar kwamen praten om haar te laten voelen dat ze weten waar ze woont, omdat ze hun religie, hun vlag en hun land had beledigd. Einde citaat, de woorden van mevrouw Pinar Akbas. Minister Somers, het probleem situeert zich bij de Turken die hier al zijn. Hè? Niet minder dan 75% van de Belgische Turken stemt op de Turkse islamitische tiran Erdogan. We zitten hier dus na decennia van wanbeleid, opgescheept met een vijfde kolonne van Turkse moslims die niet willen integreren en onze vrijheid bedreigen. Ik stel u dus gewoon opnieuw de vraag, wat gaat u daaraan doen, aan die Turken die hier al zijn? Ja, minister Somers, en ik richt mij ook tot de andere beleidspartijen, N-VA, CD&V, Vooruit en Groen. Uw tijd is op. Driekwart van de Vlamingen wil de culturele assimilatie van niet-westerse migranten. 76% van de Vlamingen willen assimilatiepolitiek, waarbij niet-westerse migranten maximaal onze gewoonten en cultuur overnemen. Zelfs 60% van de kiezers van Groen wil dat. Denk toch eens even na daarover, alstublieft. Of het nu het Franse lesbische meisje Mila is, dat massaal door moslims met de dood en verkrachting werd bedreigd. Of het nu de Nederlandse Turkse schrijfster Lale Gül is, die massaal door moslims met de dood en verkrachting wordt bedreigd. Of het nu Pinar Akbas is. Ik vraag jullie, hoe lang gaan jullie nog een beleid van migratie en integratie voeren waar Vlamingen en geassimileerde mensen met een migratieachtergrond dagelijks het slachtoffer van zijn?